Hallo, wat doet dat geweer daar? De Russische toneel- en verhalenschrijver Anton Tjechov schreef ooit dat een geladen geweer op het podium aan het begin van een toneelvoorstelling de belofte met zich meebrengt dat het aan het einde van het stuk zal afgaan. Logisch. Deze wet van Tjechov zou je kunnen zien als een fundamenteel voorbeeld van hoe spanning in een verhaal werkt. Spanning komt namelijk voort uit een eenzijdige afspraak tussen de lezer en de schrijver, omdat de lezer nu eenmaal weet dat een aanwezig wapen gebruikt kan worden. Zoals je in een horrorfilm zenuwslopende spanning voelt omdat je weet dat er een moordenaar rondloopt die elk moment kan toeslaan. En ja, die muziek helpt vaak ook een handje. Bewust en onbewust ken je vast vele voorbeelden van deze wet van Tjechov, omdat verhalen, toneelstukken en films er veel gebruik van maken. Denk alleen maar aan die dappere Kevin met zijn luchtpistool uit de klassieker Home Alone. Natuurlijk gaat hij dat wapen later nog eens gebruiken. Vallen nou en open de deur! Bij het boek Revolverschot uit 1911 van Virginie Loveling begint de spanning al bij de titel. In dit boek gaat geschoten worden. In het eerste hoofdstuk komt een revolver ter sprake en 10 pagina's verder in hoofdstuk 5 wordt hij op tafel gelegd. Hij nam het uit een zwarte verlakte schede en in plaats van het aan de ene of de andere zuster te geven, legde hij het zegepralend, als gold het een heldendaad, op het tafelblad. Het wapen is een nieuwjaarsgeschenk van de muziekleraar Luc Hank aan de twee zussen Marie en Georgine Santander. En hij leert ze ook schieten. Alles onder het mom dat ze zich zo kunnen verdedigen tegen dieven en moordenaars. De twee vrouwen wonen met z'n tweetjes. Hun ouders zijn vroeg gestorven, waardoor de 10 jaar oudere Marie lange tijd voor haar zusje heeft moeten zorgen. Marie, inmiddels 30 jaar, wordt omschreven als klein, oud en mager. Wel met mooie ogen. Terwijl haar zusje Georgine, 20 jaar, juist lang, jong en lekker vol is. En je merkt dat het schoonheidsideaal destijds gericht was op niet te dun, want vlees op de botten betekende welvaart. Beide vrouwen zijn nog vrijgezel en zouden dat graag anders zien. Ze zien die vrolijke, flirterige muziekdocent Luc Hank, die van die revolver wel zitten, zeker als zijn veel oudere vrouw komt te overlijden. Een revolverschot van Virginie Loveling verscheen toen de Vlaamse schrijfster al 75 jaar oud was. Tijdens haar leven was ze een populaire auteur van realistische verhalen en deze roman wordt gezien als een van de hoogtepunten uit haar oeuvre. Het boek is opgebouwd in 50 korte hoofdstukken die allemaal een functie hebben binnen de plot. Dat maakt het lezen lekker gestructureerd en overzichtelijk. En ook de ritmische taal van Loveling houdt de vaart erin. Haar oog werd onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Hun blikken kruisten elkander vlug, een weerlicht slechts. Hij aldoor glimlachend, zij ernstiger dan ooit, bijna verschrikt. Het grootste gedeelte van deze roman lees je vanuit Marie, de oudere zus. Verliefd op Luc Hank, met wie ze enkele intieme momenten beleeft. Zijn aanrakingen en onweerstaanbare blikken ziet Marie als bevestiging van zijn liefde. Maar ook Georgine trekt regelmatig met hem op, met jaloezie tot gevolg. En als vervolgens blijkt dat de voorkeur van die leuke muziekdocent toch echt bij haar jongere zus ligt, dan is het de vraag voor Marie, maar ook voor de lezer, of die avances wel helemaal oprecht waren. Gedurende de eerste helft van het boek leer je Marie kennen als iemand die zorgzaam is en iedereen helpt. Een typisch zo'n verzorger die haar eigen belangen aan de kant schuift voor anderen. Maar als haar zus meedeelt dat zij verloofd is met Luc, dan komt Marie voor zichzelf op, waarbij ze uit verweer een leugen of in ieder geval een aarzelende overdrijving afvuurt. Kraai niet zo hoog, roep niet zo hard, lach niet zo luid. Hij is een aartsschelm. Hij heeft ons beiden bedrogen. Ik ook was zijn geliefde, sprak Marie. Ik ook zijn verloofde, voegde zij er aarzelend aan toe. De zussen twijfelen geen moment en besluiten wraak te nemen met de revolver. De man die hen beiden heeft verleid moet sterven. Ze trekken loodjes en het is Georgine die de trekker moet gaan overhalen. Loveling heeft vervolgens nog een verrassing in petto voor de lezer, want de revolver die Georgine meeneemt zal helemaal niet afgaan. Dus over welk revolverschot gaat die titel dan? Je kunt dit boek dus lezen als een realistische roman over twee vrouwen die wraak nemen op een man die ervan houdt
om te flirten. Bijzonder is dat Loveling de kant van de verliezer heeft gekozen. We leren de binnenwereld van Marie kennen en na een duistere, moordlustige avond zien we hoe ze zichzelf opvreet en in psychische problemen komt. Een revolverschot is lastig in een hokje te stoppen. Er zijn verschillende genres aanwezig die met elkaar samenwerken. Ik zal er in deze video 3 bespreken. Zo is een revolverschot een streek- of een dorpsroman. De gebeurtenissen vinden plaats in het fictieve kleine dorpje Frode, waarvoor Nevelen, het geboortedorp van Virginie Loveling, de inspiratie vormde. Er is een burgemeester, een notaris, een dokter, een pastoor en een veldwachter. En iedereen lijkt elkaar te kennen. En op deze wijze creëert Loveling een sfeer van benauwdheid en roddels. Oftewel, als hier een moord gepleegd wordt, dan moet de dader toch niet zo lastig te vinden zijn. Hij is hier geweest op de avond voor zijn dood. Hebt gij iets bijzonders aan hem waargenomen? Nee, niets, zei Marie. Revolverschot zit ernaast vol elementen die uit het genre van de gothic novel komen, oftewel griezelverhalen, een genre dat in de 19e eeuw tot bloei kwam. In de gothic novel is de dood nooit ver weg, zo ook in dit boek. Al in het eerste hoofdstuk lopen de personages over het galgenveld waar de mensen vroeger werden opgehangen. Ook lopen de personages op een gegeven moment naar een leeg kasteel waarvan de bewoonster onlangs is overleden. De dood is hier geweest. Het is niet toevallig dat Marie op deze onheilspellende plek Luc voor de eerste keer lief heeft. Hoog in de toren van het kasteel, ver weg van de anderen en de benauwdheid van het dorp, zoeken ze toenadering tot elkaar. Hij pakt haar hand, kust haar zachtjes. Marie reageert instinctief. En huiverend van zaligheid verloor zij gans het hoofd. Zij sloeg haar eigen armen om zijn hals en hijste zich op naar hem. Zij ook wilde stout hem kussen op haar beurt, maar als wakker schietend uit zwijmeldronkenheid, weerde hij haar wankelend af. Marie, dat is niet wel gedaan, sprak hij ontsteld, zichtbaar beangstigd. Dit is een verwarrend moment voor Marie, want hij kust haar, maar even later duwt hij haar weer weg. Toch voelt ze zich na afloop gelukkig. Ook het tweede moment tussen Marie en Luc is gekoppeld aan de dood, wanneer ze terugrijden van een begrafenis. Als je trouwens alle doden gaat tellen in dit boek, dan heb je aan één hand niet genoeg. De personages leven tussen de doden. En de dood is daarnaast symbolisch te horen wanneer Marie buiten een muurnachtegaal hoort, een gekraagde roodstaart, een zangvogel, dus een vogel vol muziek. Wellicht een verwijzing naar Luc, die muziekleraar is. En de tekst laat ons weten dat het dier in het Frans l'oiseau de mort heet, oftewel de vogel van de dood. Op veel momenten zitten de zussen Marie en Georgine in hun tuin onder een moerbezieboom met zwarte bessen die purperachtige vlekken maken op hun kleding. En dit lijkt een vooruitwijzing op het bloed dat nog gaat vloeien. Maar dit is nog niet alles, want later gaat Marie jeneverbessen plukken. En deze worden omschreven als doodrijp en leveren een bloedrode buit op. Het dikke sap was als bloed. Moorddadig rood, handen en polsen kleurend, ondanks elke voorzorg spattend op het voorschoot en het kleed. Een laatste kenmerk van de gothic novel vind je in de visioenen en de momenten van verbeelding die Marie heeft. Soms zijn deze hoopvol, maar enkele zijn ook duister en morbide, zoals in het volgende fragment waarin de dode Luc als een geest verschijnt. Dit is pure horror. Zij zag hem wankelend naar de voordeur toetreden. Met een gat in zijn hoofd, een bebloede zakdoek in de hand houdend, of zich geen rekenschap van mogelijke meer gevend, waande zij het lichaam alleen te ontwaren, door het huis dolend, met niets meer boven de schouders dan de schreven van zijn bekkeneel, met lillende, in bloed uitborrelende hersenen. Het derde en het laatste genre is die van de naturalistische roman. De stroming van het naturalisme, ontstaan in de 19e eeuw, kun je het beste zien als een ver doorgevoerde vorm van realisme. Het gaat om verhalen met een objectieve, afstandelijke verteller, waarin het hoofdpersonage een speelbal is van erfelijke eigenschappen, de omgeving en het noodlot. De hoofdpersonen van de vooral mannelijke naturalistische schrijvers zijn bijna altijd overgevoelige, zogenaamde nerveuze vrouwen. Ze zijn labiel en belanden vaak in een hysterie om vervolgens zelfmoord te plegen. Het is niet zo gek om te stellen dat deze romans wat vrouwonvriendelijk kunnen overkomen. Een revolverschot kun je als reactie zien op deze verhalen, die hun vrouwelijke hoofdpersonen als eenzijdig psychiatrisch geval wegzetten. Aan het einde van Lovelings boek wordt Marie getypeerd als een zotte Marie, ook als een vrouw die gek is geworden.
We hebben dan inmiddels gelezen hoe ze na de dood van Luc in psychische problemen is gekomen en hoe daarbij de stoppen zijn doorgeslagen. Maar waar het naturalisme de oorzaak van zulke gekte of depressie toeschreef aan de erfelijke eigenschappen binnen het personage, kun je bij een revolverschot je afvragen of Marie niet ook het slachtoffer is van problemen die van buiten komen. Ze wordt namelijk beschreven als een gezonde, behulpzame en stabiele vrouw. In haar kindertijd was er wel jaloezie op haar zusje, maar als ouder kind en volwassene heeft ze zich altijd over haar zus ontfermd. Ze verandert pas echt als haar toekomstdromen uiteenspatten. Deels komt dat door de flirterige nonchalance van Luc Hank, die affectie toonde maar haar verder heeft laten bungelen. Maar ook de vernederende opmerkingen van de dorpsgenoten hebben invloed gehad. Loveling toont dat we de wereld om ons heen nooit helemaal kunnen bevatten en vertrouwen. Dat onverklaarbare doet ons raden wat niet gezegd wordt. Gissen wat verborgen blijft. Ontdekken wat onuitgedrukt of moedwillig verkeerd uitgedrukt in het brein en het gemoed van de ons omgevenden opgesloten ligt. Het fluistert wantrouwen in, daar waar berusting natuurlijk schijnt. Als je verliefd bent, hou je natuurlijk graag de optie open dat het wederzijds is. Dat is een menselijk reflex. Als die droom uiteenspat, dan volgt er juist woede. En daar ligt de motor van dit verhaal. Hoe gevoelens van liefde kunnen omslaan in wraak en eenzaamheid. En is Marie daarom een toverheks, een zot, iemand die van het padje is? Of zijn dat slechts de stempels die ze van het dorp heeft gekregen, omdat de inwoners niet inzien welk aandeel Luc, maar ook zij zelf hebben gehad bij het verdriet van deze beklagenswaardige vrouw? Loveling laat de ambiguïteit, de dubbelzinnigheid van deze vragen intact. In het laatste hoofdstuk, jaren na de climax van het verhaal, zit Marie eenzaam in de tuin, weer onder die moerbezieboom. En waar de revolver is gebleven, dat komen we niet meer te weten.